Maar kom eens praten een beetje over die, kan ik zeggen, die maintenance, die onderhoud van luchtverzorgers. Kijk, praat een beetje met mij daarover. Jij moet je aircon gereeld laten service. Mm. Want wat gebeurt is, je hebt olie ook in het systeem. En je olie lubricate je rubberpijpen. En je rubberpijpen is meestal die kaart vol. Je hebt niet zo bij aluminiumpijpen als rubberpijpen. So, wat als je rubberpijpen in je boek kan droog raken, ontsnap je gas bij je makkelijker als wat de lubricate is. Hoe gereeld moet ik daar luchtverzorger? Ik zal voorstellen. Elke derde, vierde, vijfde maand. Mm-hmm. Ja, tenminste, als je een persoon is wat baie lang pad rijdt, doe het gereeld, dan weet jy, jy hart nie, jy hart op die tekort, of jy hart op nie, uit aircon het nie. Wanneer sê gou vir my, is het groot werk, is het baie werk om een luchtverzorger? Meneer, ja. Dit het kennis nodig, ja. Om te weet wat aangaan aan aircon. Jy krijg verskillende probleme. Je krijgt pijpen wat lek, je krijgt expansion valve wat blok, je krijgt pomp wat die lekker is, je krijgt receive draaier wat geblok is. So, jy moet redelijk ken wat jy doen. Dit is nie een kennis wat jy oor nacht opdoen. Ja. Dit gaan met jare se ondervinding. Maar jylle by Absolute Vehicle Systems, jylle die machine en al daar goed, wat het soveel makkelijker dan gemaakt, geloof ek. Ja, om een machine te het sal vir jou baie meer makkelijker wees om een probleem op te spoor en om dinge te kan recht doen op die rechte manier. Wanneer een ander ding wat ek baie mal optel, mense kry warm, dan gaan doen hulle inkopies en dan stop hulle nou sy kar daar voor die inkoopcentrum, mama en papa gaan doen inkopies en daar die luchtverzorger staan en werk nou non-stop. Is dit advisable? Nee, dit is nie. Ja. Voor 2 tot 3 minuten, ja. Maar langer per tijd is dit glad niet. Want wat gebeurt is, sommige voertuigen is gekoop met 2 fans wat hulle uitkom. Ja, ja. Dit is 100%. Maar dan krijg je sommige voertuigen wat net 1 fan het. Dit is net voor die aircon. Net voor die engine, sorry. Ja. Dit is net voor die engine en niet voor die aircon. Je moet rij voor rij goede lucht om van voor af te komen om die aircon ook. Die aircon radiator ook koel te hou, wat is noem een condenser. Okay. Ja. Nou, wanneer die ander ding is, ou stop baie mal, jou aircon het nou die heel pad gehardloop, nou gestop jy by die dienstasie, nou begin loop nou water onderuit. Is dit normaal? Dis condensatie. Is dit normaal? Ja, dis normaal. Dit, ons noem het jou drainpipe, dis condensatie wat plaasvind. As jou lucht vochtig is, meer water loop uit. As jou lucht nie vochtig is, sal jy minder water ervaar. Wat uitloop. Dis maar net condensatie. Oké, okay, ons het net een beetje gesels oor hoe gereeld die luchtverzorger gediens of nagesien moet word, as ek nou dit so vandag kan praat. En ons gaan alles hier by Absolute Vehicle Systems kom doen by jou? Ja, 100%. Ons kan alles vir jou laat werk en recht maak ook. En inbouw. So makkelijk is dit, ja. Ja. Is dit groot werk? Jy sal moet betaal, meneer, as jy wel cool bly. Nou toe, dit was Winnen Duplessis, wat met ons gesels het oor luchtverzorgers, en as jy nou wil weet waar jy om te kom, Absolute Vehicle Systems, Edison Square, hier in Windhoek, en wat sy raad het jy, die nieuwe jaar, kersfeest is voorbij, die nieuwe jaar is op hande, dit reen nou wel, maar die warm dag gaan kom. Manne, kom ons help julle, laat julle cool bly, en hou die vrouwens gelukkig met babiekies, dit is baie belangrijk. Kijk, al wanneer ek begin een warm kry in die kar en as jy die spiekkop my aftrek en hy stap so na my toe, dan begin zweet ek weet nie hoe kom nie. Ek denk my beers die zweet ook die tijd. Daar het jy. O ja, moet nie ver weg gaan nie, bly by Absolute Vehicle Systems, daar is al baie goed waarover ons gaan gesels hierdie huis van die jaar, en behalwe lichtverzorgers, hulle doen kar alarms, radio's, reverse lichte, reverse cameras, speed cruises, al die goed te doen hulle, en as jy meer wil weet, kyk, ons gaan die webtuiste net hieronder plaas, besoek hulle, gaan kyk hulle en bel hulle gerus by die nommer wat ook hieronder gesit sal word. Winnen, dankie, alle sterkte, ek dink hier die kar korte diens.